Steven Ma-Ayong, directeur van het bedrijf Suriname Alcoholic Beverages, SAB, zegt dat rum gezien kan worden als een ambassadeur en dat rum Suriname op de kaart moet zetten. Hij sprak vandaag tijdens een speciaal evenement rond de aanbieding van een speciaal geproduceerde Borgo-rum ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de CARICOM. De directeur stelt dat wordt gewerkt aan vergroting van de exportmogelijkheden van de SAB rumsoorten. I think that rum, for all of you know, that rum is perhaps the most well-known Caribbean export product next to tourism. Everybody knows rum. Everybody who comes to the Caribbean wants to enjoy rum. Everybody who leaves the Caribbean brings a bottle of rum with them. Tourism, you come to the Caribbean, but rum you bring out of the Caribbean. So basically, rum is an ambassador, a global ambassador. And this is one of the achievements that we want to achieve also, is that rum is an ambassador, and rum should be Suriname's ambassador to put Suriname in a national, international forum to be very much recognized. And I think the potential is there. A team of us was recently in April in St. Lucia, and we brought some samples of the Borgo 10-year-old. And we didn't give it the name, but people tasted it, and they say, whoa, this is by far the best rum. De directeur zegt dat de Borgo 10-years, de speciaal vervaardigde rum, vele complimenten heeft gekregen in het buitenland. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking meent dat de speciaal geproduceerde Borgo internationaal een goede indruk zal achterlaten. I'm not sure if there will be in Grenada a rum tasting among the heads of government. There will be. So we'll make sure that the bottle is prominently presented. But I'm sure it will do well. I like the design very much because it does two things. Normally rum bottles are not so creative. This one is very creative because it represents another feature of Suriname, which is the fact that we are 93% forested. Ramdien verduidelijkt dat het speciaal ontwerp van de fles van de Borgo rum indrukwekkend is. Hij geeft ook aan dat Caribische rum bekend staat voor het op de kaart brengen van de regio en hiervan gebruik gemaakt moet worden.